Wat ik denk dat de grote troef van het project is, is dat we een publiek gebouw hebben gemaakt. Dat probeert zo publiek mogelijk te zijn. Dus het is niet het klassieke gesloten museum waar je alleen op schoolreis naartoe gaat en eigenlijk liever niet komt. De bedoeling is dat het een sterk publiek karakter heeft. We hebben dat gedaan door de dozen waarin de museale tentoonstellingen zijn te draaien, daardoor een spiraal te maken en daardoor een hele grote wenteltrap te maken. Dus het is eigenlijk een uitkijktoren waar je, als je naar boven gaat op de roltrappen, fantastische panorama's hebt op de stad, op de hedendaagse levende stad. Mm-hmm. En op elke verdieping een verhaal kan aanschouwen over de historische stad. Ja, ja. En die combinatie van eigenlijk het verleden, het heden, een levendig gebouw waar allerlei activiteiten zijn. Dat is eigenlijk de kracht van het gebouw, waarvan we hopen dat het gaat lukken. En aan de ene kant willen we proberen om een heel sterke, krachtige, monumentale sculptuur te maken. Als een element in de stad. Aan de andere kant hebben we geprobeerd die sculptuur te verzachten door dat glasgordijn te introduceren. Die een hele poëtische, mooie welving heeft. En daardoor allerlei spel van translucentie en transparantie maakt. En die twee zijn eigenlijk in contrast gesteld. Ja, die rode natuursteen komt uit India. Dat is een Indische steen in vier kleuren. We hebben een soort melange gezocht van rood-bruin, rood-paars, rood-oranje, rood-rood-rood. Om het monolithe karakter van die sculptuur te verzachten en meer schakeringen te maken. Dat is door middel van een computerprogramma zijn die stenen geselecteerd. Zodanig dat die op een egale manier met een willekeurig patroon over de gevel geplaatst zijn. Dat is zeer goed gegaan. Het is op zich is natuurlijk een hele oude techniek in de zin dat je natuurlijk het buigen van glas al een 19e eeuwse procedé is. Alleen op deze schaal en deze grootte is dat natuurlijk nog niet gedaan. Het zijn glasplaten van 5,5 meter hoog, 1,80 meter breed, die gebogen zijn. Doordat het glas gebogen is, krijg je een stabiel glas. Kun je het eigenlijk los laten staan. En daardoor is het mogelijk om maximale transparantie te maken. Dus we hebben geen enkele ondersteuning nodig van ijzeren profielen of wat dan ook om het glas te steunen. Dus het staat compleet vrij en geeft dan daardoor maximale transparantie. Ja, het is zo dat er een complete scheiding is tussen het gebouw zelf en de scenografie. Wij zien dat als het bouwen van een piano. We hebben een piano gebouwd, een instrument, en iedereen kan erop gaan spelen. De een zal er andere muziek uit maken als de ander. En we wilden eigenlijk ook die scheiding vrij hard hebben. Mm-hmm. Een gebouw gaat 50, 100, misschien zo'n gebouw zit wel meer dan 100 jaar mee. Terwijl de tentoonstelling om de paar jaar wisselt. Dus we wilden eigenlijk ook niet de aard van de tentoonstelling meteen vastleggen. En daarmee de architectuur vastleggen. Goed, prima. Heel veel bedankt.